een special over het 64ste Rijnsburgs Bloemencorso. Foto's heeft Hagenees Frans Schmid, de grootste verzameling van de Haagse ooievaar. Frans gaat nooit zonder camera de deur uit en rijdt regelmatig door de stad op zoek naar het wapen van Den Haag. Ja, we staan hier op de Prinsengracht en hier is dus een ooievaar te vinden die echt aan alle eisen voldoet. Hij heeft een goudkleurige achtergrond, goudgeel. Hij heeft een paling in zijn bek, dat moet ook, anders is het geen Haagse ooievaar. Hij maakt een stappende beweging naar links. En boven het schild moet een kroon zitten waarop 13 parels te zien zijn. En aan weerskanten staat er een leeuw, een onbeziende leeuw. Hij moet dus de andere kant op kijken die het schild vasthouden. Al ruim 400 foto's heeft Frans in zijn verzameling. Alleen de echte Haagse ooievaar komt erop. Hier zijn we bij het oude stadhuis van Den Haag, de Groenmarkt. En bovenin zit een windvaan. En daarop, nou dat weet haast niemand, zit ook een ooievaar. Kijk, boven de passage. Ken je die? Ja, er zitten ooievaars op plekken waarvan mensen het bestaan niet eens weten. Maar je moet altijd boven je kijken. Maar waarom heeft Den Haag een ooievaar? Een Haagse ooievaar, erg hè, als Hagenees. Ik zou het niet weten. Nee? Geen idee. Nee, weet ik niet. Wat je hier achter mij ziet, dat is nu een terras. Dan had je vroeger de visbanken voor de riviervis, die werd hier verhandeld. En er waren een aantal tamme ooievaars, dat waren gekortwiekte ooievaars, die ruimden het visafval op. En er was ook door de gemeente iemand aangesteld om die beesten te onderhouden, 's avonds in een hokje te doen, de volgende ochtend weer vrij te laten. En die bleven hier rondwandelen en die zorgden ervoor dat alle visresten en ook ongedierte zoals muizen werden opgegeten. En hoe zit het met die reiger? Waar komt die dan vandaan? Nou, de reiger die komt hier van nature ook veel voor. Maar die werd gehouden om opgegeten te worden. Het vlees van de ooievaar at men niet, want dat was een geluksbrenger. Maar de reiger die belandde dus regelmatig op de borden van de hoge heren hier van het Binnenhofcomplex. Door de jaren heen is de Haagse ooievaar ook wel een beetje veranderd. Ik vind het maar helemaal niks. Ik vind het meer een platgereden reiger. Hij lijkt meer op de ooievaar uit de stripboek van Haagse Harry. Nee, van mij mag de oude ooievaar weer terugkomen. Als u nog ergens een verstopte Haagse ooievaar weet, dan kunt u dit doorgeven via...